Bij een frontale aanrijding op de Westersingel in Leeuwarden zijn maandag aan het einde van de middag twee mensen gewond geraakt. Twee auto's botsten frontaal op elkaar nadat een van hen, bestuurd door een 20-jarige Leeuwarder, uit de bocht was gevlogen. De andere auto, bestuurd door een 66-jarige vrouw uit Nes, kwam door de botsing op het fietspad terecht en raakte hierbij een 61-jarige vrouw uit Leeuwarden. Ook een 26-jarige vrouw uit Leeuwarden werd hierdoor afgesneden toen zij op het fietspad fietste en botste tegen de auto waarna ze ten val kwam. Twee personen, een 18-jarige vrouw en een 19-jarige man uit Leeuwarden, achter in de auto die uit de bocht vloog, raakten gewond en zijn gestabiliseerd en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer assisteerde het ambulancepersoneel om de slachtoffers uit het voertuig te halen. Volgens getuigen heeft de automobilist veel te snel gereden.